Een bedrijventerrein ergens in Groningen. Niet bepaald het mooiste stukje Nederland. Waarschijnlijk zijn we het daarover eens. Maar waarom zouden we ons er druk over maken? Het is immers een plek om te werken en je hoeft er niet te wonen. Toch kan het anders. En het moet nu ook anders. Dat vindt Jacques van Dinteren. Sinds 1 september is hij aangesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar planning, ontwikkeling en management van werklocaties. Een gelegenheid om iets te doen aan een van zijn grootste ergernissen. Zo. Nou kijk, dit is nou een voorbeeld van wat mensen dan betitelen als de dozen. En dat is eigenlijk vaak voor een heleboel bedrijven ja, gewoon functioneel, kunnen ze goed mee wegkomen. Maar voor de mensen die eigenlijk de ruimte in Nederland plannen en zeg maar ook voor de burgers die er langs rijden, zijn dit toch weinig inspirerende gebouwen. En hier staan er dus gewoon echt een stel bij elkaar. Ja, dat mag rustig het label fantasieloos dan hebben. In heel Nederland worden bedrijventerreinen gerevitaliseerd. Omdat er vooral in de Randstad geen nieuwe ruimte meer te vinden is, gaan oude terreinen op de schop om te worden aangepast aan de eisen van nu en de toekomst. In het noorden is weliswaar meer ruimte, maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen ontstaan. Groningen heeft ook zijn problemen. Dat heeft eigenlijk elke regio in Nederland. In de zin van, op een gegeven moment zijn we bedrijventerreinen gaan aanleggen. Omdat ja, die moesten de wijken uit. We hadden op een gegeven moment milieuregels. Dus dat kon op een gegeven moment niet meer langer. En wat je dan krijgt zijn terreinen die met name zo in de jaren 30 al werden aangelegd. Maar met sterke toename na de Tweede Wereldoorlog. Die terreinen die hebben we aangelegd, maar die hebben we niet beheerd. En daar zit dus nou een heel groot probleem. Want die zijn sterk verouderd, beantwoorden voor geen meter meer aan de eisen die ondernemers op dit moment aan bedrijventerreinen stellen. En het is letterlijk waardeloos. Dus ondernemers laten het makkelijk achter, zoeken een nieuwe locatie en vervolgens zit je met een probleem van een sterk verouderd bedrijventerrein. En dat zeg maar, doet zich overal voor, ook hier in het noorden. Maar zijn we eigenlijk nog op tijd? Nee, te laat. Nee, het is gewoon zo dat als je kijkt wat nu die revitalisering van die bedrijventerreinen, wat dat kost. Nou, dat geld hadden we er nooit aan uit hoeven te geven als we bij tijds waren begonnen met het opknappen van die terreinen. En nou is het probleem dermate groot dat het erg veel geld gaat kosten. Dat is een ander probleem wat we hebben. De restruimte die sommige bedrijven innemen. En daar moet je of een sterke belasting op heffen, of je moet daar zeg maar gewoon niet in meegaan, het gewoon niet toestaan. Kijk, hier wordt het een duidelijk beter. Als je naar deze weg kijkt, dat is niet te vergelijken met wegen op echt hele oude industrieterreinen. Keurig zeg maar, apart liggende fietspaden, groenvoorziening. Er is zelfs een openbare vervoerverbinding, wat je maar eigenlijk heel sporadisch ziet op bedrijventerreinen. Kijk, wat je hier nou ziet, dat is wat je op de Engelse bedrijventerreinen ook wel ziet, een soort camouflagetechniek. Je maakt een helling en daarachter parkeer je dus het blik. En tegelijkertijd zie je hier een totaal andere architectuur dan je eigenlijk op die oude bedrijventerreinen ziet. Er zit natuurlijk kantoor tussen, maar er zitten ook daarachter kantoorachtige. Dat zijn eigenlijk ja, toch bedrijfsfuncties die eigenlijk een type kantoorgebouw zoeken. Okay, het voordeel is in ieder geval wel dat de baksteen is opgetrokken. Dat, zeg maar, dat zie je ook niet vaak meer. Maar het heeft niet het grootste gehalte aan fantasie met zich meegebracht. Het lijkt wel een gevangenis met al die hekken. Ja, misschien ervaren sommigen het ook wel zo. Dit is een gebied tussen Londen en Birmingham. Een voorbeeld met transport en logistiek. Het zijn eigenlijk toch een beetje dezelfde gebouwen als wij hebben. Alleen ja, je ziet die daken die zijn al anders. Komt wat vriendelijker over. Ja. En het groen heeft ook een hele duidelijke rol. Je krijgt dan gewoon een prettigere werkomgeving. En als bedrijf heb je gewoon een goede uitstraling. Maar de prijs per vierkante meter gaat wel omhoog. Dat valt reuze mee. Dat is echt, als je kijkt wat dit kost, zoiets als dit. Gewoon zo'n bomenrij. Kleur op die deuren. Dat zijn de kosten niet. En dit is een voorbeeld. En dan ga je dus wat meer ook richting kantorensector. Het is een enorme groen structuur met heel veel waterpartijen. Ook heel ruimtelijk. Dit is een ander voorbeeld. En
Dat gaat ervan uit, de werknemer moet de ideale werkomgeving hebben. Ze hebben ook als zeg maar slogan, enjoy work. Wat kunnen we nou concreet leren van Engeland? Een andere inrichting. Dus hoe bereik je stedenbouwkundige kwaliteit? Twee, parkmanagement. Hoe organiseren we het beheer samen met de ondernemers? En drie eigenlijk, vind ik ook wel, dat als je het wat meer aan de private sector zou overlaten, dat je makkelijker kwaliteit kunt realiseren dan wanneer je het hier in Nederland de hele tijd maar met die gemeentes blijft doen. Over die gemeentes is Van Dinteren sowieso niet zo tevreden. Elk voor zich proberen ze bedrijven binnen te halen. In die zucht naar werkgelegenheid concurreren ze met elkaar, in plaats van samen te werken. Het resultaat is dat je eigenlijk allemaal hele grijze terreinen krijgt. Allemaal dezelfde opzet, geen duidelijke verschillen. Als je in een winkel bent, wil je ook keuze hebben uit verschillende producten. Nou, zo wil eigenlijk een ondernemer ook keuze hebben uit verschillende type terreinen. Maar dat wordt hem niet aangeboden. Ze zijn allemaal hetzelfde? Ja, omdat je kunt als gemeente niet 4 of 5 verschillende terreinen aanbieden. Maar als je dat als regio oppakt, kunnen we daar met elkaar daar hele duidelijke afspraken over maken. En dat gebeurt niet. Er moet veel meer worden samengewerkt tussen gemeenten. Dan krijg je ook een veel betere afstemming. En dan is het eigenlijk ook voor de ondernemers veel gemakkelijker om te kiezen uit het juiste terrein voor hun bedrijf.